Dat vind ik leuk bedacht. Hij heeft allemaal objecten gebruikt als... Het is schaken, geloof ik. Niet eens dammen. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag gaan we de Alice in Wonderland rollercoaster spelen. Bestrijden tegen het onrecht en het kwaad natuurlijk. Sowieso, wat we ook in No Limits doen, doen we ook in Planet Coaster. En jullie kennen waarschijnlijk wel het verhaal van Alice in Wonderland. Het meisje dat eigenlijk naar een hele andere wereld gaat. Omdat ze valt in een soort van gat in de grond. Of het was een soort hol, hè? Een hol, een groot hol. En toen ze in dat hol kwam, toen kwam ze in een hele andere wereld vol fantasie, beesten en toeters en levende kaarten en dat soort dingen. Als je de film nog niet hebt gezien, ga zeker weten kijken. De oude film, maar natuurlijk ook de remake met echte mensen erin, dus niet getekend. We gaan met Johnny Depp, hè, die zat erin, kwam erin voor. We gaan beginnen met de Cloud Runner, jawel. Hoppakee, laten we genieten van deze attractie. Heel mooi in het donker, door de sfeer natuurlijk. Dit ziet er al fantastisch uit. Een hele mooie tuin. We zitten aan de zijkant als een soort windcoaster. Bam! En we gaan er boven de berg op. En dan gaan we natuurlijk in de grond, gaan we in het gat. En dan komen we hieruit bij deze scène die we net al zagen. Hoppakee, we zitten nu in het nieuwe gebied. Dit ziet er al hartstikke mooi uit. Ongelooflijk. Ik zie daar al een hele grote deur waar we doorheen gaan. Door de brievenbus. Bam! En we komen... Oh, wat gaaf is dit gedaan. Oh, daar is namelijk waar je thee kan drinken en zo. Met Mad Hatter, geloof ik. Gaan we een tunnel in met allemaal kaarten. Oeh, dit is een enge grot met allemaal vuur. Dit is niet pluis. En de grote draak stond daar bovenop. Ongelooflijk, dit ging zo verschrikkelijk snel. Het is gewoon zonde om deze attractie gewoon één keer te doen. We moeten hem eigenlijk nog een keer doen, maar dan ga ik hem vanaf een andere kant laten zien. Zo, dan zien we misschien wat meer, dan zien we wat meer, hoop ik. Daar gaan we. Hoppakee. Nou, we begonnen eigenlijk met die lancering. Je ziet al die mooie bloementuin, hè? Er werd een trouwerij georganiseerd. En ze wou eigenlijk helemaal niet trouwen met die gozer, maar dat moest dan, dat was een verplichting of zo. Nou, dan gaan we hier dus door die, met die tijdzone. Hoppakee. Nou, we zitten dan in het nieuwe gebied. Nou, ziet er heel mooi uit. Ik zie er ook allemaal dingen wat je gewoon niet goed ziet. Ik moet waarschijnlijk gewoon uit gaan stappen dadelijk en eroverheen gaan vliegen. Want het is echt heel mooi gedaan. Ik zie daar een grote tafel. Ik zie daar een dambord. Oh jee. Ik zie daar een kaart. Ja, je ziet nu veel meer. Maar dadelijk zie je nog meer als ik eroverheen ga vliegen. En dit was het einde. Het is ook gewoon een hele mooie layout, vind ik. Oh, waar zit ik nu in één keer? Wacht even. Ik ga even eruit vliegen. Hoppakee. Wow, zelfs het kasteel. En dat kasteel zag ik niet eens vanaf de achtbaan. Fantastisch. Dus hier kom je uit, uit die soort van... wat is het eigenlijk? Je gaat eigenlijk door een grot heen. Ik weet nog steeds niet wat het precies inhoudt. Maar je komt dan in een andere wereld terecht. En kijk nou jongens. Oh, dit ziet er heel mooi uit. Gewoon een tafel. En dan die tafel heeft hij helemaal gemaakt van onderdelen. Zodat het een hele grote tafel wordt. Met cadeautjes erop. Super tof. En daar dat hele mooie kasteel. Kijk eens even hoe mooi dit eruit ziet. Ongelooflijk, wat een project. Dit is zo bijzonder om te zien. Moet je kijken. Vet, met zelfs een tuin heeft het helemaal afgewerkt. Dit maken de mensen tegenwoordig in het spel. Het is echt bizar. En hier hebben we dan een dambord met allemaal stukken erop. Oh, dat vind ik origineel. Dat vind ik leuk bedacht. Hij heeft allemaal objecten gebruikt als... Het is schaken, geloof ik. Niet eens dammen. Nou, en hier hebben we een grote deur. We hebben hier nog een heel leuk huisje. Echt fantastisch gedaan. Heel mooi. Ik vind het echt een bijzonder project. Waar zit ik nu weer? Oké. Maar dit was het. En we gaan door met het volgende project. Want, dit was trouwens de ingang. Oh mijn god. Dit ziet er ook gewoon heerlijk uit. Moet je kijken. Je ziet zoveel dingen niet. Je moet er gewoon even overheen vliegen. Wil je heel de attractie zien. Oké. Op naar het volgende project. We gaan naar een dark ride. Dit keer een spookhuis. Fright Night. Jawel. En kijk eens even hoe groot deze attractie is. Moet je kijken. In heel dit gebied. Oh mijn god. Het is echt groot. Moet je kijken. Wauw. Een hele hoek is gevuld met deze attractie. En we gaan via de wachtrij natuurlijk naar binnen. Het is gebouwd in een grote berg met allemaal rotsen. En het ziet eruit alsof het een soort monsterkop heeft. Met ogen waar vuur uit komt. Gaan we hier onder de belt door. Door de ingang met allemaal rotswanden. Je hoort ook allemaal van die geluiden. Dat je al dat water naar beneden hoort gaan. Weet je wel. Je snapt wat ik bedoel. Zo'n druipgrot. Oké, we gaan hierin zitten en ik ben erg benieuwd naar deze dark ride. Het gaat om een soort spookhuis, dus lekker veel variatie. Eerst een hele toffe achtbaan van Alice in Wonderland en nu springen we over naar een spookhuis. Jawel, nou laten we vertrekken. Volgens mij zijn ze nog even de karretjes aan het controleren. Ja, is alles veilig? Mogen we vertrekken? Vallen er geen stenen naar beneden? Ze drukt op knopjes, ze roept iets om. Oh jee, gaat er iets gebeuren?
Is het een voorshow, dames en heren? Komt er dadelijk een stem die spreekt? U mag niet deze mijn betreden, want anders zullen u geplet worden. Zal u geplet worden door de stenen en de lawines van rotsen. Jawel. Gebeurt helemaal niks. Ik sta te wachten en ik hoop dat we elk moment kunnen beginnen. Ik denk dat dit erbij hoort. Ja, dit is gewoon een voorshow, dat moet wel. Ik heb toch op de... Ja, ik heb erop geklikt. Ja, daar gaan we. Zo, dat duurde even. Jeetje, mineetje. Oké, gelukkig kunnen we vertrekken in deze Fright Night Dark Ride. Oeh, het is echt heel donker. Oké, ik zie helemaal niks. Dit is heel vet gedaan. Oké. Hallo? Oh, er ligt een skeletje. Hallo, meneer de skelet. U ligt lekker op het zand. Dit vind ik mooi, hè. Dit vind ik fantastisch. Dit is echt een dark ride. Maar dat is natuurlijk ook zo, omdat hij dit in een grot heeft gebouwd. Ja, dan kan je het nog donkerder maken natuurlijk. Ik hoop dat er nog een update komt. Dat als je gewoon een plafond erop zet, dat het gewoon altijd gewoon zo donker is. Ja, we hebben geluk dat er een lampje brandt op het karretje zelf. Dat je... Wow! Oh mijn god, dit is heel vet. Een grote, grote grot. En daar allemaal van die schedels met rode lampjes erin en blauw vuur. Alsof de geesten omhoog komen uit de grond. Dit is heel scary. En slalommend gaan we verder. Ik vind het heel tof dat het donker is. En ik... Wow, die lampjes. Dat is heel gaaf. Wow, jeetje joh. Dit is heerlijk om te zien. Ik hou van zulke attracties. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En dan wordt elke keer verrast. Do not open. Maak niet open. Wat zit daar in die kist? Is het een soort van vloek? Oh, kijk nou, je hoort geluiden. Hij heeft geluiden geïmporteerd. Dat is vet. Oh, allemaal vuur. Wordt dat monster... Oh, breekt hij uit? Oh mijn god. Dat is gaaf. Oh mijn god. Dat monster dat gaat gewoon helemaal naar de andere kant van het gebouw. Zijn geest dan in ieder geval. Misschien gaat zijn geest wel in een ander monster zitten. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen. Dit is echt een van de mooiere dark rides die ik ooit heb gezien. Ongelooflijk. Kijk dan, we zitten in een soort sneeuwgebied lijkt het net. Ja, het is sneeuwgebied. Het wordt ineens kouder en zo. Misschien doen die geesten dat. Ongelooflijk. Oké. We gaan daar nog een... Oh, de maan. Hij heeft de maan gemaakt. Dat is vet. Gewoon een lichtgevende bol eigenlijk. En daar een heel eng huisje met allemaal van die lampjes. Kijk nou. Dit is echt heel bijzonder. Ik meen het serieus. Ongelooflijk. Kijk nou. Oh, dat monstertje. Dat gaat natuurlijk... Oh mijn god. Dat is vet. Dat monstertje gaat gewoon naar dat gebouw toe. En zit hij nu in dat gebouw? Zit hij in die kerk? Ik weet het niet. Maar wow, wat een sfeer. Dit is... Oh mijn god. Ik moet echt stoppen met oh mijn god. Ik vind het echt heerlijk. Ik geniet nu volop. Ja. En wat staat daar dan? Oh, ik dacht dat het een soort geest was, maar het was gewoon een lampje. En waar zie je die lampjes dan? Oh, daar zitten allemaal lampjes hierboven. Dat heeft hij gedaan om dat effect te krijgen natuurlijk van het blauw. En de kerk staat in brand door die geest die daar binnenkwam. Kijk eens, al die stoeltjes kapot. En allemaal van die boomstammen. Fantastisch gedaan dit. Nu komen we denk ik bij een soort kerkhof terecht. Want meestal achter zo'n kerk, daar zit dan zo'n kerkhof. Ik zie al een schedel aan een soort van kruis. Ja. En ik denk dat dit wel te maken heeft met een soort kerkhofje. Wauw, echt heel mooi gedaan. Goed gebruik gemaakt van de lampen. Groen licht, hè? Oh god, een poort. Cemetery, jawel, we gaan naar het begraafplaats. Echt tof gedaan. Ook met die geluidjes zo. Geniaal. Allemaal kaarsjes. Ja, we hebben kaarsjes aangestoken. Dat is eigenlijk een lamp, maar dan heeft hij die onder de grond gezet. Ja, krijgen we hier een soort... Is het een fonteintje? Nee, het is geen fonteintje. Leek het een beetje op. Ja, echt. Dit is zo mooi gedaan. Een lampje ook daar met een schep. Wordt er iemand uitgegraven? Ik hoop het niet. Nou. En wat is hier allemaal troep ook. En doordat het zo donker is, zie je niet altijd wat het allemaal is. Je moet echt goed kijken van wat moet het nou precies voorstellen. Oh, wow, geesten. Kijk nou, hebben ze een blauw lampje op die personages gezet. Dat is origineel. Echt waar. Originaliteitsprijs nummer 1 op deze attractie. Kijk, die geest komt aangelopen. Hallo meneer de geest. Kijk nou, ze komen ook als een soort van geest uit die grond, joh. Ongelooflijk. Dit is echt... Ja, ik vind echt originaliteit is dit gewoon een dikke 10 waard. Ongelooflijk. Ja, nu kan je die objecten gewoon lekker door alles heen laten gaan, want het is toch een geest. Goed uitbelicht en je hebt zo'n geest natuurlijk. We komen in een soort tombe. Met allemaal grafstenen liggen weer skeletjes op de grond. Wow, dit wordt weer creepy. Gaan we richting de... station of komt er nog een hele toffe scène? Want dat monster heb ik niet meer gezien. Terwijl die denk ik wel een soort hoofdrol moet gaan krijgen in deze attractie. Ik zie rechts wel allemaal dingetjes. Kijk nou.
Oh, ik denk dat daar wel een... Oh, wow. Oké, bliksem. Ik denk dat daar een soort van experiment wordt gedaan of zo. Ik zie allemaal groene spulletjes daar. Maar we gaan het beter zien. Lange gang ook, met allemaal oogjes. Kijk nou, een soort van een laboratorium waar we in komen, zeg maar. Met allemaal draden die ophangen. Wow, dit is echt ziek. Ja, daar gaat die geest weer. Oké, die gaat naar daarheen. En wat gaat er gebeuren bij die machine? Gaat alles instorten hier? Ontploft alles? Ja, echt heel vet. Ongelooflijk dit. Echt, wat een werk. Ja, het flikkert daar. Gerrit Joling zit erin, dames en heren. Oeh! Ah, wat een verrassing. Komt hij dadelijk eruit? Ja! Oh, oké. Maar wat er nou is gebeurd met dat monster? Want ik zag duidelijk een monster achter die tralies in het begin van de attractie. Ik denk van, nou, daar moet iets mee gebeuren. Allemaal lichtjes. Oh, dit gaat niet goed hoor. Dit gaat zeker niet goed. Oké, er komt een tentakel uit. Is dat het monster? Hij is groter geworden, dat monster. Ongelooflijk. Oké. Oeh, hij komt gewoon bijna over die baan. Hij kwam ook over die baan heen. En een deur. En dan gaan we naar het volgende stuk. Wat is daar? Prachtig, die lichten. Wat een sfeer. Ik zie een stoomtrein. Gaan we naar het Wilde Westen? Moet het even gaan meemaken, want komt dat monster nog terug? Gaat dat monster die tentakels, gaat hij die trein kapot gooien? Ja, ik ben benieuwd. Jeetje, kijk, wat een grote scène. Moet je kijken. Dit is wel een van de grootste scènes, denk ik. Wow! Oh mijn god, hoe heeft hij dit gemaakt? Hij heeft voor mij heel de grond uitgehold. Kijk hoe diep dit is. Oh, dit is echt geniaal. Oké, daar brandt een licht. Ik vind het echt knap gedaan. Moet je kijken. Wat een werk zit hierin. Ik wil dadelijk even met licht aan, want dan ga je echt je ogen uitkijken, geloof ik. We gaan hier langs. Wow, alles gaat in de fik daar. Oké. Dat is niet goed. Dat is zeker niet goed. Die trein staat ook in de fik. Maar we gaan weer terug via het spoor. Dat is mooi. Wat gebeurt er achter me? Ik hoor ook allemaal geluiden en zo. Maar we moeten vooruit kijken. We moeten ook gewoon voorbereiden op wat er gaat komen. Een lange tunnel. Het lijkt net of hier... Ja, hier rijdt normaal een trein doorheen. Maar nu gaan we met zo'n karretje. Daar ben ik niet blij mee. Dadelijk schrikken we ons dood dat er ineens een trein met volle licht naar ons, op ons afkomt. Oké, we komen weer in een soort bos. Met lampjes. En ik denk dat er zo allemaal oogjes tussen die bomen doorkomen. Dat verwacht ik eigenlijk. Mooi gebruik gemaakt van die lampen. Moet je kijken, dat paarse licht. Fantastisch om te zien. Heel gaaf. Oh. Oké, daar komen die blauwe monsters weer. Of die geesten. Zitten er nog meer. En ze verdwijnen ook langzaam. Oké, wat is dit voor iets, joh? Een soort standbeeld wat in elkaar is gevallen. Of een huis. Is er een huis kapot gegaan of zo? Ik kan het niet heel goed zien. Oh, een snoepjeshuis. Nou, dat ziet er wel schattig uit. Alleen, in deze setting ziet het er niet schattig uit. Wat krijgen we nu? Oké, allemaal skeletjes worden opgehangen hier in kooien. Ik vind het een hele mooie scène. Het is ook gewoon heel groot. De attractie is niet normaal groot. Dat merk ik nu wel. Wat krijgen we nu? Ik zie daar nog een vrouw staan. Het is een enge vrouw met een staf. Het is gewoon een lelijke heks. En ze tovert ons weg, hopelijk. Oh, dit is heel mooi. Echt heel mooi. Oké, ik zie daar een heks zweven ook. Op de bezemsteel. En een huisje. Hier woont die heks natuurlijk. Wow. Oké, allemaal vuur. En we gaan langzaam naar boven. Ik had nog niet eens het gevoel dat we naar beneden gingen in de rit. Of we gaan naar boven en we gaan daar weer naar beneden. Ben ik benieuwd naar. Uit dat huisje komen ook allemaal spreuken. Alsof ze daar allemaal aan het barbecuen zijn met een gezamenlijke toverstaf. En dan gaan we langs naar boven. Langs die kandelaars en die rotspartij. Dit is echt een grote attractie trouwens. Ja, ik zag aan de oppervlakte dat het heel groot was. Maar zo groot had ik ook weer niet verwacht. En het wordt weer heel donker. Ik denk dat we dadelijk nog wel iets krijgen. Oh, de deur gaat open. En wat krijgen we nu? We gaan naar het station volgens mij. Oh, dit was echt heel mooi. Ik wil even één ding doen. Dat is even dit pad gaan volgen. Want het was echt niet normaal. Kijk, ik moet via deze manier moet ik gaan... zweven door de attractie, anders lukt het niet. Oké. Gaan we dit spoor volgen. Het is ook echt niet normaal donker. Als je zonder lichten deze attractie doet... Oh ja, ik zou het even overdag maken. Dan zien we iets meer. Zo, AM. Hoppakee. Ja, is het nu... Oh, het maakt helemaal niet uit of het nou donker of licht is. Dat maakt geen reet uit, want het is natuurlijk binnenin gebouwd in die grot. Dus dat maakt het helemaal niet uit. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, dat is die ene scène. Dat is voor me echt heel groot ingericht. Even kijken met die trein. Met die trein die dadelijk komt. Even kijken, hier ga je langs de cemetery. Oké, prima. En dan kwam je hier door een poort, door die tombe heen. Dat klopt. En hier had je nog een scène. Ja, dan ging je door die laboratorium.
En daarna kwam je bij deze scène. Kijk, kijk, kijk. Dit bedoel ik. Kijk even hoe groot het is. Dit is gewoon een supergroot decor wat helemaal naar onder loopt. Met allemaal lampjes daar ook binnenin gemaakt. Kijk nou joh, dat rode licht. Ongelooflijk. Dit is echt heel bijzonder. Dit is echt ongelooflijk gaaf gedaan. Gewoon grote complimenten aan Fright Night. Fantastisch. Wauw, we gaan nog een attractie doen. Maar dit vind ik al gewoon verbluffend. Echt heerlijk. We blijven net als Alice in Wonderland bij Disney. Dit is de Space Mountain. Ik weet niet of het een kopie is of een eigen bedacht iets. We gaan het snel checken door een onderrijd te doen. Jazeker, hier gaan we naar binnen denk ik. Dit is de wachtrij. Hier zien we ook een bordje met erop. Space Mountain, heel vet. En een meertje. En dan gaan we hier deze koepel in. En even kijken hoe dit eruit ziet. Oh, ja, heel gaaf. Er kwam natuurlijk zo'n ruimtethema bij. En daar was ik helemaal niet zo onder de indruk van. Ik vond het helemaal niet zo bijzonder. Maar dit vind ik er heel goed uitzien. En hij vertrekt ook gewoon net, hè. Jammer dit. Dit ziet er al super tof uit. Mensen kopen ook volop ballonnen. Ik weet niet waarom, maar het is, misschien zijn het... Oh, dat gaat natuurlijk op helium. Of marslucht misschien wel. Oké, en daar vertrekken wij vanaf het station. Oh, die handjes ervoor. Kijk eens even, dit ziet er al heel vet uit. Lekker spacey. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik hoor allemaal stemmen. Vet gedaan. Oké, dit gaat ook open. Wow, kijk nou. Zitten we op Mars of zo? Allemaal ballen. Het zijn waarschijnlijk plantjes. Allemaal belletjes. Dit is wel origineel. En ja, eigenlijk nog leuker dan de originele Space Mountain, vind ik. Allemaal decorstukken. En daar zijn ze iets aan het slopen met een boor. Ongelooflijk. De projecten, jongens, die mensen maken, zijn gewoon ongelooflijk gaaf. Mensen besteden zoveel tijd aan de attracties. En kijk even wat voor resultaat het is. Dat zoveel mensen dit gaan spelen en genieten van zo'n creatie die je maakt. De Space Mountain. Jawel. Worden we gelanceerd? Ik denk het wel. Dit ziet er ook super vet uit. Daar gaan we. Hoppakee. Bam. Gaan we omhoog. Langs rotsenpartijen. En dit is dus de attractie. Oké, wat gaat gebeuren? Hoppakee. Allemaal vuur. Spectaculair. Gaan we door de rook heen. En dit is dus helemaal binnenin gebouwd. Waarschijnlijk ook gedeelte onder de grond. Want die koepel zag er wel groot uit. Maar zo groot weet ik nou ook weer niet. Dus ik denk dat hij wel wat heeft uitgegraven. Even een stukje remmen. En het tweede stukje. Bam. Gooi de snelheid er maar in hoor. Hoppakee. En die mensen gillen ook als een gek. Dat wil je niet weten. En dan heb ik nog zo'n headset op. Waar ik het nog 10 keer harder op hoor. Zo, gaan we naar beneden. Hoppakee. Was dat een stukje remmen of een stukje lancering? Dat weet ik dus niet. Ik denk een beetje remmen. Maar dat hoeft niet hoor, want deze attractie mag nog wel een stuk harder gaan. Maar zeker weten, goed werk. Wow, explosies. Wat krijgen we nu? Nog een stukje. Het houdt niet op. Laserstralen, dat zag er heel vet uit. En dan wel vuur. Het lijkt net een test waar we doorheen moeten gaan. Laservuur. En wat krijgen we daarna? Daar krijgen we rode lasers. Bam. Oké, dat hebben we ook overleefd. Dan gaan we door een rook. Ruimte heen. Dat hebben we ook overleefd. Wat is de volgende test? Dat is denk ik... Gaat de attractie nog door? Of is dit het einde? Naar de optakeling naar het station toe? Ik denk het laatste. We gaan het zien. Oké, we worden langzaam gelanceerd. Maar ik denk wel dat dit het einde is. Ja, ongelooflijk. Wat is dit tof gedaan. Echt waar. Dit is gewoon een fantastische serie om op te nemen. Ik meen het serieus. Ik download gewoon allemaal attracties. En ik ga ze spelen en genieten. En dat is zeker weten wat hier gebeurt. Ja, want ik denk dat hier onder de grond heeft hij ook allerlei scènes gebouwd. Dat moet wel. Laat vooral een duimpje achter voor deze aflevering. En ook in de comments weten welke attractie voor jij het beste. Want dat wordt echt een moeilijke keuze. Want er waren 3 fantastische attracties. Ik denk dat ik zelf voor de Dark Ride ga. Ik was echt onder de indruk. Maar deze 3 attracties waren gewoon echt over de top. Volgende keer zijn we weer terug met nieuwe attracties. Dus blijf zeker weten kijken naar de Planet Coaster afleveringen.